Dit is de pinautomaat waar Gerrit Zalm, toen minister van Financiën, de allereerste euro's heeft gepind. Er staan al euro's. Ja, ja, we rempel hoor. Eens kijken of er nog steeds euro's uitkomen. Ik weet nog, ik zag dat op beeld. Ik had daar ook een zeer omineus gevoel bij. We zijn iets heel moois kwijtgeraakt. Al die plaatjes, dit is ook nergens. Hè? Dus wat ze hier, dit zijn de fantasieplekken. Ze konden het niet eens worden over welke helden. Dus de Fransen wilden Napoleon, de Duitsers waren het daar niet mee eens. Er was voortdurende oneenigheid over wat er op die biljetten moest komen. Toen hebben ze gedacht, weet je wat we doen? We doen fantasievormpjes en bruggen die nergens bestaan en zo. Hij haat de euro. De gezamenlijke munt is het allerslechtste wat Europa ooit heeft voortgebracht, vindt publicist Thierry Baudet. We gaan met hem terug naar Maastricht, de plek waar die euro ooit in 1991 werd bedacht. De euro is een vergissing. De afgelopen weken werd intensief onderhandeld met Griekenland om ze binnen de eurozone te houden. Maar volgens Baudet zitten de regeringsleiders binnen afzienbare tijd weer om tafel, omdat ook deze maatregelen niet zullen helpen. Je ziet eigenlijk een deadlock, een doodlopende weg, precies waar we nu ook in zitten. Landen komen daar niet meer uit, het wordt alleen maar erger. En de enige oplossing is ontbinding van die muntunie, zodat je weer vrij zwevende wisselkoersen kan krijgen. Het is een vergissing geweest en we moeten er vanaf. Thierry wil een parlementaire enquête naar de ontstaansgeschiedenis van de euro. We willen heel graag weten hoeveel die politici wisten. Toen Gerrit Zalm hier lachend dat geld uit de muur trok. Toen Lubbers met de hand op het hart beloofde dat het geen gevolgen zou hebben voor onze financiële soevereiniteit enzovoorts. Geloofden ze dat nou echt, die mensen? Met andere woorden, waren ze gewoon heel onwetend en onnozel? Of zaten ze een potje te liegen? We leggen de stelling voor aan wat willekeurige buitenlandse toeristen. Zijn ze het eens met Thierry? I think our friend Jim is quite happy that his country stayed out of it in any case. I would think so. At the current moment in time, after the Greek fiasco, the answer must be yes. Must be yes that we stayed out of it. So you're very glad that you still have the pound. Indeed. Obviously, the euro is good for business when you have to do business in Europe. But and if you have an institution like the EEC that doesn't even audit its own books, how can you expect them to manage a currency? And that's the problem as we see it. Moi, je pense que l'euro, ça simplifie les choses parce que dans les pays, après, c'est la même monnaie pour tout le monde. Et puis voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose. Ça évite de changer toujours, plutôt ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher de faire quoi? De l'euro et de changer d'argent quoi. Quand on va dans les pays où tout ça permet d'économiser. C'est important parce que comme ça, ça arrange les pays. S'il y a beaucoup de pays qui ont l'euro, on ne s'embête pas avec les différentes monnaies. Oui, d'accord. Donc c'est mieux. Et puis monsieur, la phrase est un peu forte parce que au départ l'euro c'était pour éviter les guerres entre les pays. Donc je trouve que c'est assez bien ça. Je ziet dus deze jonge kinderen zitten vol met alle indoctrinatie-elementen van het pro-EU-verhaal. Geen van alle kloppen. Dus wordt hier gezegd, het is om de vrede te bewaken. Nou, ten eerste heeft het historisch wel helemaal niets mee te maken. Ten tweede, de grootste splijtswam op dit moment tussen Noord- en Zuid-Europa. Wordt gezegd, ja, het is noodzakelijk voor de vrije handel. Het maakt dingen goedkoper. Dus het is heel interessant om te zien dat nog altijd een verhaal dominant is in het onderwijs, hè, in de politiek, in de journalistiek. Dat zie je bij jonge kinderen. Die krijgen dat allemaal maar binnen. Terwijl dat allang door de werkelijkheid is achterhaald. Zo, we gaan door. We gaan met Thierry naar Château Nercan, waar de Europese regeringsleiders van toen op 9 december 1991 het verdrag van Maastricht sloten en besloten tot de euro. De man die de euro heeft mogelijk gemaakt, gekookt, ja. Ja, maar dit is niet goed. Ik moet gooien avocado's. We praten met de chef-kok die toen voor alle regeringsleiders gekookt heeft. Hier heeft plaatsgevonden. Hier heeft één lange tafel gestaan waar alle regeringsleiders aan zaten. Hier is het dus echt gebeurd. Hè? Ja, hier. Ja. Wat heeft u in vredesnaam in het eten gedaan? Ja. Dat is allemaal die euro zijn. Ja. Ja.